in ons nieuwe paradox. De twee pilaren zijn weg, dat is punt 1. We hebben ineens heel veel ruimte. De glazen wanden, zoals ik al zei, het maakt het geheel allemaal transparanter. Natuurlijk hebben we ingezet op een nieuwe bar, een nieuw café, een heel nieuw café gedeelte zelf. En dan zie je een mooie saxofoontap, wat ook echt een caféfunctie gaat krijgen. Met een lekker koud biertje en een goede bak koffie. We gaan ook een half uurtje of een uurtje eerder open vertaan. Dus vanaf 7:30 kunnen de mensen alvast naar binnen lopen. Maar we hopen ook vooral dat mensen dan een uurtje langer blijven hangen. Om eventjes het concept te evalueren. En met een balletje te maken. En nog eventjes een pilsje te blijven pakken. Die vraag gezeten, hoe moet het nou verder? En eigenlijk, dat zeggen we ook af en toe tegen elkaar, hebben we toen al gezegd van eigenlijk is het misschien ook wel dat mislukken van het Veenmaakkwartier een ongeluk waar wij geluk bij hebben. Het is echt zo dat we toen op dat moment serieus gingen nadenken, wat kunnen wij eigenlijk met dat oude pand nog? Zitten daar nog mogelijkheden in? En je wordt altijd natuurlijk toch een beetje bedrijfsblind als je daar al die jaren in hebt gefunctioneerd. En dan kijk je nog eens een keer terug met een nieuwe blik en dan zeg je, ja, daar kan eigenlijk best iets mee. Als we nou die kolommen eruit hebben, Paul heeft dat vermeld. Als we nog iets met de bar doen, we moeten ook eens een keer wat verbeteren aan de artiestenruimtes. Ze hebben niet eens een goede douche. We kunnen ook wel wat doen aan de kantoorruimtes. Het pand is eigenlijk ontzettend groot en het wordt eigenlijk maar voor een gedeelte gebruikt. Het zou niet fantastisch zijn als we dat pand weer aanpakken. Het is ook nog zo dat we toen eigenlijk ons realiseerden van we zitten in de Willem II-straat. Wat is het eigenlijk voor een fantastische locatie in een straat waar op dit moment volop beweging zit, volop activiteit plaatsvindt. De Nieuwe Vorst, Sine Sitta is aan het verbouwen. Er zijn andere activiteiten en het is op de route naar het conservatorium toe. Elke student die met de trein komt, die moet hier gewoon langs. En we hadden wel eens een keer bij de begroting gekeken van de gemeente Tilburg. En daar stond in, ik weet niet of u dat wist, maar ik heb schrok altijd verschrikkelijk van, dat de verbouwing van Paradox op de locatie Willem II-straat, Telegraafstraat, 1,5 miljoen kostte. Precies. Zo schrokken wij ook. Hij zei, ik denk dat het voor 20% van die 1,5 miljoen voor 3 ton te doen is. En nou, ik durf het nou wel te zeggen, dat halen we. We krijgen het klaar om het binnen dat budget allemaal af te maken. We moeten nog een paar dingetjes doen. Maar dat lukt ons echt. Die 1,5 miljoen is gewoon 3 ton geworden.
collega's van burgemeester en wethouder, de mensen van Paradox, zowel de directie als alle medewerkers, als ook de mensen van het bestuur, van harte feliciteren met deze verbouwing. En u natuurlijk ook een beetje en onszelf, want volgens mij zijn we er verschrikkelijk blij mee. Met deze verbouwing is Paradox wat mij betreft op de toekomst voorbereid en is de basis gelegd voor nog vele jaren hoogstaande programmering in onze stad. Uit Keulen inmiddels, Etienne Nillensen. Percussie. En uit onze eigen stad, Bram Stadhouders. En mijn naam is Joen van Wiek, maar die wisten jullie ook al.